Welkom, daar zijn we dan weer met een NEC-update richting de bekerfinale van zondag. Dan wordt die gespeeld in de Kuip tegen Feyenoord. De hele week blikken wij vooruit op die wedstrijd natuurlijk met interviews. En we blikken ook terug op al gespeelde bekerfinale wedstrijden van NEC. Gisteren deden we dat met Jan Peters. De wedstrijd uit 1973 tegen NAC. En nu gaan we dat doen met Sijen Visser. We gaan terug naar het jaar 1984. Dat gaan we zo meteen doen. Eerst naar de huidige selectie. Gisteren was er een persmoment hier achter mij in de Goffert. Toen mochten we een aantal spelers spreken. Een aanloop naar deze wedstrijd hebben we gedaan met Bram Nuiting. Want ja, dit zijn toch mooie wedstrijden om te spelen. Ja, absoluut. Ik bedoel, voor mij heeft heel Nijmegen heeft hier al heel lang naar uitgekeken. Wij als spelersgroep moesten daar ons iets van afhouden, omdat we natuurlijk met de competitie bezig waren. Als het nu zover is, dan is het wel extra mooi. Je voelt die lading ook van de supporters al weken, na de halve finale eigenlijk al. Maar dan is het wel heel lekker dat het nu zover is en dat we daar nu naartoe kunnen werken. Ja. Wat weet jij van de laatste bekerfinale van NEC? Het enige wat ik weet is dat het niet werd gewonnen. Verder weet ik er eigenlijk niks van. Nee. Nee, was je toen niet daarmee bezig? Nee, toen was ik nog heel jong. Toen was ik 7 of 8, dus daar heb ik eigenlijk bijna niks van meegekregen. Geen actieve herinnering meer aan? Nee. Jij wel? Ja, Bram, dat klopt. Ik ben net wat ouder. Ik weet nog goed, ik was 22. Koningsplein heb ik gekeken toen. Nou ja, we hebben verloren, dat weet ik nog zeer zeker wel. Dus die stemming achteraf was wat minder natuurlijk. Maar voelt dit seizoen niet af en toe een beetje onwerkelijk? Nou ja, kijk, je onwerkelijk is misschien niet het hele juiste woord, omdat je uiteindelijk wil je wel naartoe, hè, als NEC zijnde. Dat was eigenlijk wel het doel. Toen ik van tevoren met Wilco en Carlos hierover had gesproken, was dit wel het doel van, hè, zo'n seizoen meemaken. Dat hoop je. Dat is het beste scenario. Kijk, dat het dan gebeurt, dat is supermooi. Dus het is niet onwerkelijk, maar het is wel iets heel speciaals, laat ik het zo zeggen. En kijk, die bekerfinale, daar moet je soms een beetje geluk in hebben om daar te komen. Je moet ook een goede ploeg hebben, je moet goed voetbal spelen. En dat hebben we denk ik dit jaar allemaal wel gehad. Dus ja, ik denk dat het alleen maar mooi is en alleen maar goed is allemaal. Denk je dat jullie ploeg met de spanning om kan gaan van de Kuip? Nou, we hebben dit seizoen best wel vaak bewezen dat we juist wel met die spanning om kunnen gaan. En dat we juist in wedstrijden met spanning juist goed kunnen presteren. En dat zag je misschien ook tegen Vitesse, waar je dus een wedstrijd niet goed speelt, maar uiteindelijk toch kan pakken met 3-0. Dat zegt denk ik ook heel veel, want ik denk dat op een wedstrijd Vitesse uit, dat daar wel heel veel spanning op stond. Ook voor de supporters en iedereen verwachtte heel veel van ons. Dus uiteindelijk heb je het in zo'n wedstrijd ook gewoon kunnen laten zien. Dus ik denk dat wij daar juist als team zijn er wel voor gemaakt zijn, denk ik. En dat hoop ik ook. En ja, daar is deze week ook voor om daar goed naartoe te leven, denk ik. Kun je er een beetje van genieten, zo'n week dan, als voetballer? Ja, ik zeg vaak, genieten doe je eigenlijk niet op het veld. Dat doe je pas achteraf. Als het goed is gegaan, dan kan je ervan genieten. En later met de tijd, als de tijd overheen gaat, dan kan je terugkijken. En dan kan je denken, oh, wat een mooie momenten waren dit. En wat hebben we toch speciale dingen gedaan. Maar nu zit ik niet in het moment van, oh, waar ben ik aan het genieten. Dat heb ik nu nog niet echt, nee. Ja, het genieten moet bij Bram dus nog gaan komen na de bekerfinale. Dan is het nu tijd om weer terug te blikken op een finale die NEC al gespeeld heeft. En we gaan terug naar het jaar 1984. Nick Rokers gaat in gesprek met Sijen Visser. Sijen Visser, 491 wedstrijden voor NEC, ja. Bijna 500. Bijna 500, ja. En hoe heb je het nog, heb je het godsnaam volgehouden? Gewoon 15 jaar bikkelen, hè. En dat ging heel snel voorbij eigenlijk, hoor. Ja. Ja, want de tijd gaat snel als je het leuk hebt. Time flies when you're having fun, ja. Ja, dat klopt. Ja. En wat maakt het nou zo leuk bij NEC? Nou, het is natuurlijk niet allemaal leuk. Nee. Ik heb dan wel het geluk gehad dat ik van die 15 jaar, 12 jaar Eredivisie heb mogen spelen. Maar goed, ik ben ook 2 keer gedegradeerd. Ja. En met de laatste degradatie die had ik al zien aankomen, had ik gezegd, ik stop ermee. Ja. Ik wou niet nog een keer naar de Eerste Divisie. Nee. Ja, je hebt denk ik alles wel meegemaakt bij NEC. Je hebt, wat is het, 4 bekerfinales meegemaakt, ja. Op technisch gebied en als speler. Mm. Je hebt degradaties, Europees voetbal. Maar we gaan het hebben over die bekerfinales. Ja. Alle 4 ben je erbij geweest. Ja, dat klopt. 2 als speler en 2 als bestuurslid. Ja. Ja, en de wedstrijd waar je eigenlijk de underdog was in 83, speelde je tegen Ajax. Ja. Wat was dat dan voor finale? Nou ja, Ajax is wat mijn carrière betreft een verhaal apart. Ja. Want ik heb tegen alle clubs natuurlijk in Nederland gespeeld. En tegen Ajax ook 10 keer. En dat is de enige club waar ik nooit van heb gewonnen. Nee,
denk ik ook wel vaak. Dus ook die finales niet. Nee, ja, nee. Het was ook een dubbele finale. Ja, ja, de KNVB had het lumineuze idee om vanaf de kwartfinales heen en terug te gaan spelen. Ja. En dat hebben ze één jaar gedaan. En het vreemde was dat ze ook doelsaldo niet telden. Nee. Dus wij verloren bij Wageningen uit met 3-1 en wonnen thuis met 2-1 en moesten toch de verlenging in en wonnen daarna naar een strafschoppen nog. Dat is wel heel gek, want je speelt... En dat is op zich heel raar natuurlijk, ja. Een heel raar systeem. Want in totaal doelverschil verlies je dan over de wedstrijden van Wageningen. Ja, goed, dat telde toen niet. Dus, Heeft het wel iets, een bekerfinale in de Goffert? Nou ja, ik vind de finale moet op één plek gespeeld worden. Ja. Dus dat doen ze bijna in alle landen en nu in Nederland ook hoor, maar... Dus natuurlijk, als je thuisvoordeel hebt, dan is dat mooi. Maar zo'n bekerfinale in de Kuip. Ik heb hem toen in 1973 ook in de Kuip gespeeld. Nou, dat was ook hartstikke mooi. Ja, ja. Dat Ajax van 83 was ook wel bijna onaantastbaar, denk ik. Ja, goed, als je de namen vergelijkt, dan we hebben het nog vrij redelijk gedaan hoor. Ja, twee keer 1-3. En met name hier thuis hebben we het nog heel lastig voor ze gemaakt. Deze bekerfinale, hoe kijk jij nu naar dit NEC? Kan het jou een beetje bekoren allemaal wat je ziet? Nou, de laatste maanden wel. Ja. De eerste maanden ben ik heel kritisch geweest op NEC en ook terecht. Hè. We hebben wedstrijden verloren hier en punten verspeeld die eigenlijk onnodig waren. Als je denkt aan Excelsior, Vitesse, Volendam met heel veel pijn en moeite in de slotfase nog 3-3. Denk ik, dat zijn allemaal punten die nu goud kwaad zouden zijn geweest. Maar goed, na de winterstop hebben we ons eigenlijk het breekpunt voor mij was de wedstrijd bij AZ uit. Ja. Het gebeuren met Bas Dost. En daarna is er iets in de groep gebeurd. Of dat in directe betrekking weet ik niet, maar ik heb zo'n vermoeden. En toen kwam er een omslag en kwam er in één keer wel een samenhorigheid en een teamsgeest en spirit in. Sinds die tijd zijn we eigenlijk heel goed gaan spelen. Wat is je voorspelling? Durf je een uitslag te geven? Nou ja, voorspellen is altijd heel lastig, maar ik hoop op een gelijkspel, 1-1 of 2-2. En dan verlengen en dan misschien met penalties winnen, ja, want dan wordt het een loterij natuurlijk. Wordt het wel heel spannend. Ja, als Jasper er dan nu is niet 1 maar 2 pakt, dan komen we een heel eind. Hij kan het nu wel. Hij kan het nu wel, ja. Okay. Dankjewel, Seijer. Ja, mooi gesprek. Morgen hebben we natuurlijk ook weer een nieuwe terugblik. Ja, en dan nu, er is maar eentje wie kan afsluiten deze NEC-update. En dat is natuurlijk de enige echte NEC. Tot morgen. Kan ik met jullie meevaren naar Rotterdam? We hebben nog wel een lijntje naar Rotterdam. Litouwers is net op tijd gestopt. Hij hoeft zondag niet te zingen. You never walk alone. Nijmegen, Nijmegen. Altijd zon en nooit geen regen. Ja, nou een klein beetje, maar dat is ook alles. Hand in hand, kameraden. Verrood, groene zwart. Klinkt toch veel mooier. Litouwers had me van de week nog gebeld voor het telefoonnummer voor Sean Knipping. Hij had een snabbel voor volgend jaar, de marathon van Rotterdam. Maar mocht dat ding ophouden of niet? Met alle gekheid op een stokje, ik ga mooi met de boot voor een tochie. Tot morgen!